Ja, je hebt het gemist, wat jammer. Ja, je bent net te laat. Ja, ik heb het gemist. Ze had het hele zootje voor de deur heel hard te zingen. Ja, ja. De buurt weet het nou. Maar wel leuk. Dat was een surprise, hè? Ja, dat was hartstikke leuk. Ja, dat was een jij ook nog bedankt voor je platenbond, zijn we hier helemaal alleen. Moet je kijken, ze hebben een partij drank meegenomen hier nog. Ik zie het. Ja, in ieder geval genoeg. 6 flessen up. Mooi zo. Monster na de maaltijd, moet daar even op. Ja, ik was te laat. Jullie waren goed. Ik begrijp dat jij op de rot gaat. Beste aanwezigen. Shalom, shalom. En nu moet mijn foksje op. Ja, daar ga je samen voor. Nee, ik nog niet. Dat speel je toch? Wat? Dat speel je toch? Mag ik een momentje van u? Want ik wil graag een berichtje aan u kwijt. Zoals heel het woestijnvolk al hoorde, is naar Abraham nu ook Sara 50 geworden. Tjonge, wat is haar leven snel gegaan. We moesten er daarom zeker maar even stil bij staan. En haar een bemazzelde toekomst wensen. Met haar man en andere teerbeminde mensen. Het is niet zo dat haar oude dag nu gaat beginnen. En haar pensioen, dat is nog lang niet binnen. Ze moet juist vlot en aantrekkelijk blijven. Want ze hoort nog lang niet bij die oude vrouwen. Die nog in de toekomst zijn, verrassend en geinig. En wordt alsjeblieft niet chagrijnig. Want een vrouw die de moed laat zakken, kun je het best bij het oude papier verpakken. Daarom, Marianne. Met de zegen van Jabé ga je hopelijk nog vele jaren Toen werd het eruit gezien en er werd er gezongen. Ja. Ah, nou, ik heb geen idee. Ik kon niet tegen dat ding hangen. Hé, Dorie! Wat is dat? Wat is dat? Ja, precies. Ik ga hier iets zoeken. Curdy! Even een vraagje. Vertel het eens, vraag het eens. En allemaal verrassing? Ja, enig. Ja. En ik zeg net tegen Rob. Kijk even. Van 8:55, ik zeg. Heb je een houten plankje? Kijk even naar mij, als je wil. Ja. Wie is je wat? Nee, als je wat zegt. Ik zeg net tegen. Om 8:55, ik zeg tegen papa. Zou Erik en Marleen vergeten zijn? Ja, zegt pa, die komen nog wel. Ja, heel vlug, en ik denk, nou, van jullie heb ik nog een kaart gehad. Ja, zij vlug, en, ik denk, nou, Mago en René, niks van gehoord. Harry niet, Jacques en Esther niet. Nee. Van hier op zijn familie, Ton en Ineke hebben een kaart gestuurd. En ja, verder. Ton en Cola? Wat voor Cola wil je? Hey, Jan Erik afgesteken, zo houden? Ja, zo vind ik het wel mooi, want dan kan ik nog altijd de vraag stellen. Ja. Ik hoop dat hij weer optrekt. En daar ligt een beetje stevig. Heb je al gehad? Dat heb je al gehad. Ik heb nog niks gedaan. Een complete verrassing in ieder geval. Ja, één dag. Hartstikke leuk. Tom, gewone cola. Of ik? Ja, gewone cola, want ik moet rijden. Ik probeer leuk te zijn zonder drank. Ja, maar ik ben depressie. Ik heb een beetje een Kan maar geen erbij. Oh, nee, dat maakt er niks uit.
Normaal. Ja, en voor de vuurrijden zijn ook duurder. Nou, die rijden dan maar kom maar. Je moet het als een impressie zien. Als je naar die ooghaar kijkt, dan zie je dat die echt helemaal goed is. Zie? Die ooghaar, dit net. Dit is gewoon een goede plaat. Het is dezelfde als deze, kijk. Ja, die drie zijn hetzelfde. Anneke heeft er ook zo heen. Ja, maar ik had al in eerste instantie gezegd van ik ben het ook. In ieder geval ja, dat is weg en dan kan je er wel bij en hij in het licht zit. Nee. Nee. Nee, hey, maar deze op. Wel. Je moet een stand kunnen hebben iets donkerder dan dit. Ja, tussen dit en dit. Ook als je iets donkerder maakt. En je maakt dan van die kopie wel andere kopie. Ja, vader, je moet eigenlijk uitkijken dat hij niet gestrest raakt. Ja, dat is gewoon waanzinnig. Toen hij stopte met werken en toen hij alleen nog maar zo. Weet niet meer. Ook simmetjes. Koop je leuke simmetjes? Ik weg. Nou, die gaan waar die in moet komen. Hier kan hij heeft hier dan. Die zullen ze best hebben, ja. Ah, nee, het zie je zo weer. Jurgen, hebben ze je elastiekjes in huis? Nee. Ja, dan heb ik geen wacht voor. Hè? Nee, dat kan niet. Zal ik mijn vader niet. Gluren. Ja. Echt een gluren, dat is. Dat kan niet meer. En dat doet dat. Is het lekker, de reis, Gids? Het meest poederige huis. Ja, het is het huis van de hond. Ik ben helemaal gek van die hond. Hij vreet alles op. Floor! Mag niet. Ja, ik vind dat je echt vervelend optreedt. Floortje, lievert, dat mag toch niet, jongen? Ik woon er daar al. Dat is mijn eigen leuk. Floortje, als ze liefjes van hangen, die over. Floortje, nou joh, hop hoor. Ik zeg dan nog af. Of je daar zo, lief. Nee, hondje, dat mag toch niet, hondje? En Karel heeft tijd gehad. Floor, mag niet. Weet je wat nou heel erg opvallend is? Nou. Dat bij Lommersfeestjes. Het altijd een.
tering zo is. Op de video. Dat het gewoon echt. Maar de herrie is. Het is een herrie. Wat dat vast je nou gewoon? Want iedereen praat hard. Ik merk niet eens dat geen muziek kan stond. Ik merk je niet eens. Allemaal gekakeld. Nee. Bijzonder zijn onderling zijn heel erg druk. Nee. Nee. Wij zijn de ridders die niet zeggen. Het geld al toen ook weg ging. Het geld ook enorm. Alle koffie is geen verjaardag. We gaan eten denk je bij de Bon Vivant of bij de Bosje hiermee. Nou, ik hoor het. Ik zie het even dat het mis. En je ziet wel dat ik... Ja, hey ho, let's go. Ik heb twee snoepjes bij me voor het hondje. Kijk. Het hondje plast. Zal ik een lampje halen uit mijn auto? Nee. Floor. Wat vonden jullie van het feest? Ja, hartstikke geslagen. Ja? Over 50 jaar doen we het weer. Ja? Oké. Okay. Ja? Hey, jongens, wel thuis. Hoi. 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 Tontje heeft gepoept en geplast. Mooi zo. Gaat-ie? Gaat goed? Mijn kop klapt uit elkaar. Laat zien. Nee, dat mag niet. Ik ben geen scanners. Ken je die film, scanners nog? Mm-hmm. Met uit elkaar klappen de koppen. Ja. Moet het hondje nou ook nog zijn voeten vegen? Moet het hondje voeten vegen? Hondje, kom. Dan wordt hij erg agressief van. Ja. Dat moet wel. Kom maar. Kom hier, hondje. Kom binnen, want ik kan de deur dicht. Doe de deur eens dicht met je kont. Oké, dan kan je hem killen. Attack! Kom maar, Floor. Wat dan niet loslaten? Ja. Hoe kwam je erbij om dit feestje te organiseren? Nou, we waren in Drenthe. Nee, hou nou even je mond. We waren in Drenthe op vakantie. En toen kwam Rijk met het idee om... om een surprise party te organiseren. Dus met het idee van ze zijn het eten. En dan, wat ik je verteld heb door de telefoon van... We breken in, zetten alles klaar, doen de lichten weer uit enzovoort. Ja, maar dat ging dus niet door. En toen heb ik dus gezegd van nou, dan maken we dan een overval van. En toen ben ik gewoon iedereen gaan bellen wie er zin had om mee te doen. Ja, leuk. Ja. Ja. Is wel geslaagd. Ja, ik geloof wel dat je moeder het leuk vindt, ja. Daar ging het om. Je vader vindt het geloof ik ook niet echt. Ja. Ben ik nou niet veel te dichtbij bij dat gekke ding? Ik word er trouwens helemaal schil van, weet je dat? Nu heb je net het idee alsof je in een kerstbal kijkt. Ja. Oh, dat word ik heel lelijk, weet je dat? Ja, hele grote neus. Ja. Ik word trouwens helemaal schil van dat ding zo vlak voor mijn neus. Ja. Ik kap er weer mee. Juist. Oké? Ja, prima. Nou, leuk dat je het gedaan hebt. Oké. Graag gedaan. Hoi. Hoi. Ja, het leuke was, we zaten erop en ik ga nou maar op, Jurk. We hebben gewoon gemaakt van Eupen. Rood is rood, blauw is blauw. Je wil wel zien even. Ja. Ja? Zoals de binnenkomt. Ja, je kan het zo terugkijken.
Nou, zeg ze omdat je wel. Dat ik ga met me. Ik moet hem gewoon, als ze binnenkomen, rood, blauw, groen. Transparant van dat. Allemaal cadeautjes. Oh, dat is ouderwets. Een hele aparte ervaring. Nou, is leuk. Ja, heel leuk. Ja, dat weten we jullie zijn. Dat staan we zelf mee. Nee hoor. Heb je het geluid ook aanstaan? Hè? Oh, dan moet ik, hou ik, ja, kijk ik even uit met wat ik zeg. Snap je? Ja, dat oude wijvenvlees, dat valt er wel mee. Ja, valt er wel mee, hè? Valt nog wel mee. Ik heb ook een hoop voorplezier gehad, moet ik zeggen. Dat kan me best voorstellen. Dat is, Nou, het leuke was ook dat iedereen onmiddellijk spontaan reageerde. Hè? Ik belde Harry. En die... Nou, ik had Harry ook zaterdag al gepost bij mama. Ja. En die zei, nou, ik zal het even met Mar overleggen. Nee, dat is haar natuurlijk typisch. Ja. Toen later belde die me uit zichzelf. Hij zegt, meid, ik vind het zo jammer. Ik had zo graag meegedaan. Ik had me zo leuk gevonden. Hij zegt, maar het eerste wat Marja zei toen ik het tegen haar zei, toen we in de auto zaten op weg naar huis. Van joh, je moet die dag naar het ziekenhuis. Hij zegt, dan ben ik s'avonds zo beroerd. Nou, dat zie ik echt niet. Nee. Suikergoed op Marjolein. Nee, dat is niet. Nee, dat is niet. Zijn we er in Borgelino? Hoe laat? Oh, maar Jur werd wel, dus die is er ook tussen 7:15. Op rotten. Stel maar je vinger van het lampje op, zeker. Maar ik kan er maar voor zeggen. Ja, gelukkig. Ja. Wat? Groetje, jong. Nee, dat is uit. Doe uit. Nee. Doe uit. Dan laat mijn hand voor de lens. 1, 2, 3. Als ze nou zelf zegt dat ze het leuk vindt. Nee, moet uit. Ik moet maar aan. Ja. Nee, lul. Nee. Jij gewoon op die. Je doet dat of met z'n allen. Klaar. Uit. Uit. Doe uit. Ik doe het dopje ervoor nu. Kijk. Hup. 1, 2, 3. Hup. Uit. 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 Moet je dat ook mee jatten, hè? Wat hoor? Ja, ze wilde hond jatten, ze zou op vakantie zijn. Je weet heel goed dat... Maar gewoon, ja, ook wordt. Maar gewoon gaat het maar. Doe de roep, bekijk het maar. Als ze op vakantie zijn, gaat ze bij mijn moeder. Ja, ze heeft al eerder honden gehad. Ja, ze wel tegen zijn oude vrouw. Ik zeg gewoon een keer tegen haar. Pas als ze dood bent, dan is die ook oud. Ogen branden van die kutoog. Jij krijgt er een blok bij. Oh, ik ga een whisky halen. Hey, Homer! Homer! Nee, het is huppakee. Kijk wat een zootje hier. Nah. Ho! Heb je te veel op al? Nee, 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 nee. Valt het wel mee? Ja, nooit. Ja. Oké, pak er niet. Kijk eens. We pakken een aangebroken fles spa. Wat een tering zou je. Maar je hebt wel lekker veel. Twee flessen rood aangebroken spa. Je hebt wel lekker veel drank erbij ineens. Asociaal. Asociaal, hè? Ja. Eens kijken. Wat nou, smaakt je toch wel? Doppie is dol. Doppie is dol. Waarvan? Van de spa? Van de spa, ja. Niet van de whisky. Kijk eens even, kijk eens even, kijk eens even. Pro. Bla. Uit. Uit, uit. Klaar. Oprotten nu met een kutding. We mogen voor de achtervolg volgen. Slopertjes. De slopertjes? Nee, ik ga mijn hond van een half jaar uit. Ja, wat moet ik doen? Moet ik Renéetje interviewen? Moet ik Renéetje interviewen? Of René? Renéetje. Renéetje. Nou. Ga nu naar Renéetje. Hey, Renéetje, hoe gaat het, jongen? Renéetje is niet aanwezig, Robje. Oh, Renéetje is niet aanspreekbaar. Nee, Bertje, dat is niet zo. Oha, heet je nu Bertje? Ja, Bertusje. Ah, nou, Renéetje heeft geen zin.
Renéetje heeft geen zin om een interview te geven. Interviewtje, Bertje. Interviewtje, eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar dat kunnen we niet aan jurkuntje wijsmaken. Renéetje zit te vreten aan zijn pinkje. Niet aan zijn pink, maar pinkje. Niet roze, maar pink. Nou, klaar, break. Hup, 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 klaar. Hij heeft een klaartje. Klaartje, zei hij. Hij was al klaar. Stop er dan mee. Hij kent mij. Klaar. Ik doe het dopje erop, ja. Oké, gaat nu het dopje erop. En dan hoor je boeren en te lachen. Ik hoor een boer en een lachje. Dat is door. We gaan zo weer verder waar we gebleven waren. Ja, dat kan. Ziet er goed uit. Ik heb nog zo'n pakje, denk je dat ik dat... Ja, doe maar er gelijk in, joh. Zou je denken? Ja hoor, doe maar. Ja, maar dat kan ik even wachten, want dan moet ik het weer gaan snijden. En dan is dit koud voor ik het rondgedeeld heb. Ja, nou ja. Ik kan toch wel weer 10 minuten wachten daarna. Die oven is nou toch nog betrekkelijk heet. Ja. Dus kijk uit dat je je niet stoot tegen die oven. Mm-hmm. Nou, iedereen een servetje en een dingetje. Verjaardag, hè, met warme hapjes en al. Ja, dan moet je daarna toch nog zelf verloven. Ja, jij gaat afweten. Hm? Ja, maar jij hebt gezegd, alles maar het hoeft niet. Nee, dat hoop ik niet. Je bent hartstikke niet bezig geweest. Oh, godverdomme. Ah, dan moet je gewoon je servet leggen. Daarom had ik je servet erop. Is het zo heet? Ja, dat is behoorlijk heet. Jullie, je zegt een knaal. Dat is een heet kutpapa. Als een wat? Ik heb heet gehoord en ik heb gehoord. Boek op! Is die me bezig? Rot op met dat kudding. Excuse me? En neem een servet, kan je het opleggen. Nee, neem eerst een servet en kan je het ding erop leggen. Doe ik wel. Ja, wil jij ook? Jazeker. Moet je nou komen? Wat een zoetje. Ach, daar komt Floor. Servet. Neem een servet. Nee, doe ik wel zonder. Dat is heet hoor. Volgens mij heeft Marianne de koers. Dat valt wel mee hoor. Nou, ik heb hem vaker aangehaald dan de centuur. De centuur is wit ook. Kijk maar. Ja. Maar ik heb verwacht wel zoiets. Maar van de red. Maar dat was het ook best van Helen en Door had ik niks gehoord. Vond ik zo gek. Want ook Door wordt dit jaar 15 niet. Ja, vergeet dat echt niet. En dat vond eigenlijk André. Nee, en Jan en Els niet. Maar dan heb je nooit hetzelfde komt met dit vergeet. En ik had net gezegd eigenlijk van, ik vind het raar dat Erik en Marlijn er nog niet zijn. Ik zeg wel, Erik zal het toch niet vergeten zijn. Hij is dus niet. Ja, dus ik heb een bed.